Ja, die weet die hartstikke, vond ik wel mooi voor jou. Ja. Hey, jongens, bijt eens een beetje. De mensen, ik weet niet of je dit uitzendt, maar de mensen zouden 10 keer de kop met een eentje. Maar jongens met de badentjes, wat gebeurt hier allemaal? Ja, er komt een feest, is hier morgen gaande. Zoveel jaar bestaan van de armen. Maar dat weet ik niet, maar oké. Okay. Maar Kees Petit, jij bent toch een redelijk bekende Middelburger? Jij woont, hoe lang woon jij hier al op de Kinderdijk? Ja, wat bedoel je nog? Berucht of beroemd? Ja, ik denk berucht, maar ik ben begin altijd netjes. Ja, dat bedoel ik. Hey, maar Kees, jij woont op de Kinderdijk, dus hoe lang is dat al? Ja, 46 jaar woon ik hier. Nou, die denkt, die wil allemaal wegkruipen volgens mij, is hij bang van me. Dat zeg ik. Hey, maar weet je er ook van, want inderdaad, morgen beginnen de feesten, maar weet jij een beetje wat er allemaal gaat gebeuren van het weekend? Ja, en die waterspuiten waar je op kan staan, zo'n jet, en een stoomboot, stoomschip, en op de Laskaai allemaal, geloof ik, sleepboten en van alles nog wat. Hey. En doe je zelf ook nog wat? Doe je nog een barbecue voor de mensen ofzo? Of, een pilsje drinken. Een pilsje? Ja, dat mag, van mijn leeftijd. Dan kunnen ze gewoon, kunnen ze bij jou aankloppen voor een pilsje? Ja. Allemaal? Ja, nee, ze kunnen ze brengen. Hey, maar Barry, jij staat erachter. Jij bent van de organisatie eigenlijk sinds dit jaar, hè? Ja, sinds dit jaar. Zowel bij de Arne. En dit jaar hebben we dan de stadsfeest en de havenfeesten gecombineerd. Het wordt één groot feest door de stad en in de haven. En we zijn nu even met Kees de badeend aan het trainen voor zaterdag. Dan hebben we de badeendjesrace voor Kika. Maar die van Kees wil niet heel erg. Ja, maar die badeentjesrace die is zaterdag. Die is zaterdag en dan hebben we ook zaterdag hebben we echt allerlei dingen te doen hier. Groot kinderspeelevenement, live muziek, de Loskade Maritieme Erfgoed. En bij Jos Bonen Maritieme Markt, grote braderie erbij. Veel live muziek hier bij de Naald. En foodtrucks en alles erop. En wat vrijdag is ook het drijvende dokconcert weer, de presentrik dok. Ja, dit jaar iets anders aangepakt met een echt drijvend podium. Er gaat ook een goede artiest komen, Tommy Christian. Die jongen die dit jaar de Passion heeft gezongen, onder andere Smout in het voorprogramma, lokale band. Ja, dat wordt een leuke avond en iedereen is welkom. Open boten zijn welkom, iedereen kan erbij. En de toegang is gewoon gratis, hè? Toegang is gratis. Ja, dat is mooi. En het weer is nu prachtig. Is het van het weekend ook mooi weer? Waarschijnlijk wel. Vrijdagavond is nog even de vraag, maar dat komt wel goed. Maar zaterdag is het zeker mooi weer. Volgens mij heeft het nu wegbeet. Bijten ze? Ga niet. Alle eentjes zwemmen in het water, maar die van mij die maar slag zijn. Die remmen niet geen. Nee, ze zwemmen niet op de kop. Moet je de mijne? Oh nee, nee. Hey. Nou, jongens, dank jullie wel voor de toelichting. Ja. We gaan er gewoon wat leks van maken. Dat is niet lekker. Nee, het wiebelt behoorlijk. Nee, ik heb nog niks op. Het is net of jij wat gedronken rijdt. Ga je nog even dansen het weekend, Kees? Of ga je dansen op het weekend? Dat ook dansen. Nee. Ik kan niet goed dansen. Volkstotje kan ik. Een Engelse wals. En dan liever met dezelfde vrouw, want anders sta ik op de tenen. Hey jongens, dank jullie wel, hè. Ja, oké.